Thijs is in de Turkse Side. De luxe badplaats vol all-inclusive paleizen, prachtige stranden en toeristenwinkeltjes. Het is de favoriete bestemming van Marjorie en haar twee zoons. Ze betaalde maar liefst €3839 voor een ruim 2-kamerappartement in een luxe all-inclusive resort. Ze kreeg een kippenhok. Het is echt piep en piep klein. Het is echt heel klein, ja. Jij slaapt daar met je moeder? Ja. Ja, dat hoort toch niet? Thijs gaat verhaal halen bij de receptie. Maar de manager wil pas praten als hij meegaat naar kantoor, zonder camera. Kom maar met mij. Prima, vindt Thijs. Hij heeft altijd de spycam nog. So, can we finally talk about the problem? There is a big problem because those people are here on a holiday. They're having a horrible time at this time at your hotel. They booked a family room. They came here and they just. This is not very nice, huh? They showed them the room and it's a totally different room than they booked. They paid almost €4,000, a lot of money for those people, €4,000. And they said, okay, there is a room, but you have to pay another €150 to go in the room they already booked and they already pay for it. Would you please leave here, seriously? No, why? No, I came up for these people. Property here. Okay, let's call the police. De hotelmanager is helemaal niet bezig met het probleem. Hij heeft de politie al gebeld en in Turkije zijn ze niet dol op pottenkijkers. We gaan naar buiten de poort. This is a really disgusting thing. This is not nice at all and I will really follow it up, I tell you. Yeah, this is pretty arrogant, you say. Especially with a... Yeah, of course, I'm arrogant. Did you think so? Come around, try to earn some money with a... Try to earn some money? I try to help some people, hè? Laten we heel snel hier weg, nothing. En dan gaat het plotseling heel snel. De politie rijdt de auto klem en arresteert de cameraploeg. Eenmaal vrij moeten ze hals over kop het land verlaten. Het is nieuws in Nederland. Ja, Thijs, je bent net geland. Je bent nog op Schiphol. Wat is er nou precies gebeurd? Ja. Nou ja, wat is er gebeurd? Nou ja, na uiteindelijk wat heftige discussies en verhitte momenten... Hebben ze uiteindelijk de politie gebeld. Ze zijn uiteindelijk toch maar gewoon weggereden. Om dachten, nou ja, laat het ongeluk niet meteen opzoeken, maar... Ja, toen hebben ze ons klem gereden en toen konden we er niet meer onderuit. Hoe zit het met materiaal, Thijs? Kunnen jullie nog een uitzending maken? Hebben jullie de beelden nog? Ja, ze hebben disc gekregen van ons, alleen we kunnen de uitzending nog steeds maken. Goed zo, Thijs. Nou, fijn dat je even aan de lijn wilde komen. Bedankt. Ondertussen blijkt in Turkije dat de hotelmanager het probleem toch heeft opgelost. Marjorie kreeg alsnog haar 3-kamer-appartement plus €600 compensatie. Haar vakantie is gered. Eindelijk de goede kamer. Ja. Geweldig.